De documentaire laat zien hoe de twee inbrekers te werk zijn gegaan. De makers gaan met meesterbrein Octave Durham, ook wel Okkie genoemd, terug naar het museum. De uiterste raam daar in de hoek, dat is het raam. Nou, daar hebben we op staan meppen natuurlijk. Voor de inbraak heeft Durham verkenningswerk verricht. Hij zag al gauw dat de zonnebloemen te goed beveiligd was om te stelen. En dus viel zijn oog op een ander schilderij, de aardappeleters. Een van de bekendste schilderijen, hoewel de naam een lastige blijft voor Okkie zelf. De aardappeltelers. Maar ook wetend van dat het gaat klein zou worden. Dus ik keek ook wat de kleinste waren. Nou, dan dacht ik, de kerk, nou, dat ziet er interessant uit. En die zei zich van Scheveningen, die was heel dikke verf. En op een of andere manier is dat altijd duurder. Ik weet niet waarom, dat idee had ik. Als het gat groter had geweest, had ik die aardappeltelers gepakt. En dus stal hij samen met mededader Henk B. de werken Zeezicht bij Scheveningen en het uitgaan van de hervormde kerk te Nuenen. De schilderijen verkocht hij aan een Italiaanse maffiabaas. Het was gewoon een hele ervaren, goede inbreker. Misschien wel de beste van Amsterdam, zegt hij dan zelf. Hij pikte altijd computers, LCD-schermen, dat soort dingen bij bedrijven. En toen dacht hij van, een museum, ja, is ook een kwestie van een ruitje intikken en iets van de muur trekken. Dat is niet zo heel veel anders dan wat ik normaal doe. Dus laat ik dat maar eens proberen. Tijdens de inbraak verloren de twee daders een pet en een muts, waardoor ze gepakt zijn. In 2005 is Durham veroordeeld tot 3,5 jaar cel en hij moet het museum een fikse schadevergoeding betalen. Ook de doeken heeft de politie inmiddels in Italië gevonden. Aanstaande dinsdag krijgt het museum beide werken terug. Toch verwacht Verwij dat de zaak nog een staartje krijgt. Hij wil graag dat het museum die schadevergoeding die hij nog moet betalen aan hun kwijtscheld, omdat de doeken nu terug zijn. Het museum stelt zich inmiddels op het standpunt dat zij die schade nog steeds vergoed willen hebben. En justitie steunt dat. Dus ik denk dat we nog een rechtszaak tegemoet gaan zien. De documentaire wordt dinsdag uitgezonden.